De afgelopen weken hebben jullie via rtlgp.nl kunnen stemmen op de echte Dakarheld van 2019. Wie heeft die echte Dakar Spirit en wie wint dus uiteindelijk de Eru Prestige Cup? Massaal werd er gestemd en één duidelijke winnaar kwam naar boven. Een man die als debutant in de rally aanwezig was. Hij reed in het KIS-klassement. Hij ging aan de leiding van dat KIS-klassement. Maar door een ongeluk eindigde hij hier achter mij in het ziekenhuis. Zijn naam? Mark Tielemans. Wat is dit nou? Dit is wel heel veel erger dan ik had gedacht, Mark. Ja, ik ook. Ik dacht gisteren, denk mijn heup, die voelde ik wat knopperig. Ik denk, daar rijd ik morgen mee uit. Het is goed. Maar ja, al heel snel werd duidelijk toen ik foto's liet maken dat het toch meer was alleen mijn heup. Ja. We mogen niet heel lang blij zijn, maar jij bent wel met overweldigende voorsprong. Heb jij de Eru Prestige Cup gewonnen en ik wou hem eigenlijk toch aan je uitreiken. Ik weet niet of ik hem achter mag laten, maar gefeliciteerd. De fans hebben jou tot de Dakarheld van 2019 gebombardeerd, kun je wel zeggen. Ja, heel mooi. Dus, ja, hoe moet ik zeggen? Ik ben iedereen wel dankbaar voor. Ga snel beter worden. Ik hoop dat je snel naar Nederland mag. Weet je al wanneer? Die training moet eruit of... Ja, we hebben met de arts gesproken, maar... Die zeggen dat ik mag vliegen, maar... Ik weet niet zeker of dat doorgaat. Ik hoop dat ik snel naar huis mag. Maar... Dat hopen we met z'n allen. Mark Tielemans. De Dakarheld, de winnaar van de Eru Prestige Cup 2019.